Ziet er vet gezond uit. 1,7 kilo aangekomen in één dag. Echt lol met de kinderen omdat ik weer een beetje melig was. Zien jullie ook een beetje wat wij dus doen? Ouders vinden het ook spannend, weet je. Dus echt een beetje zelf bij het kleine. Hè? Voelt het voor jullie ook alsof dat gisteren was? En we chatten nooit met elkaar. Dat ik verliefd was of zo op een nieuwe crush. 6, gaat je touwtje daarheen. Maar ineens iemand heeft, maak jij filmpjes op YouTube? Maar ik wilde ook oprecht gewoon... Ik kwam me er zo verheugen. Het is niet normaal hoe enthousiast ik ben. Heel leuk. Goedemorgen allemaal en welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is maandag. We zijn lekker fit op de maandagochtend. Is er iemand fit op de maandag? Let me know. Tijd voor een nieuwe weekvlog. Het is 7:50 en ik ga lekker nog even een beetje make-up doen en naar mijn werk fietsen. Ik zat weer helemaal ingepakt in mijn sjaal. En mijn bril doe ik dan tegen de wind. Maar deze trui is zeg maar zo'n zachte binnenkant. Maar zo'n binnenkant, dat is heet op de fiets, niet normaal. Wow, helemaal bezweet. Yo jongens, het is echt al 9 uur. En heel laat aan het koken. Een hele drukke dag. Eerst met mijn duo overleg gehad op maandag. Toen met mijn duo en mijn parallelcollega overleg voor de infoavond morgen. Waar ik gelukkig helemaal geen stress voor heb dit jaar. En toen voor de kinderboekenweek. En toen moest ik heel snel naar huis fietsen. Orders wegbrengen, H&M pakket wegbrengen. Even gechilled. Ik wilde dus mijn weekvlog online. Maar hij is heel veel werk, want het is die vlog... Van de eerste week voordat de kinderen kwamen. Er zitten gewoon heel veel beelden in dat ik mijn klaslokaal aan het organiseren ben. Ik wil dat echt leuk, niet te langdradig, met muziekje eronder doen. Dus het kost wat tijd. En ik ben weer healthy aan het koken. Ik voelde me trouwens gelukkig helemaal niet ziek vandaag hoor. Nog niet super fit, maar echt niet ziek. Dit is weer spinazie. Dat heb ik gehaald, heb ik er zin in. Met sugar snaps, tomaatjes die echt een beetje over datum waren, maar nog wel konden. Weer rode ui en knoflook. Wauw, dit ziet er lekker uit. Linzen erdoor. En biotartaar. En dit is nu even voor 2 dagen. Ik heb niet heel veel trek en het is echt genoeg voor 2 dagen. Dus dan heb ik morgen voor de ouderavond kan ik dit lekker koud of warm opeten. Ziet er vet gezond uit. Paprika poeder zit er weer doorheen. Geen chili, want het eten van gisteren was heel bitter daardoor. Lekker. Ik ga het er nu snel uithalen, want dan zijn mijn sugar snaps, hoor maar. Yummy. Nog even dit erheen gedaan, had ik nog bij de buurt super gekocht. Ik denk dat het wel lekker maakt. Nu is het zo. Eet smakelijk. Jongens, ik ben zo zwaar ongesteld. Ben ik een tijdje niet meer geweest. Ik zit dus niet meer aan de pil nu al een tijdje. Omdat het even niet nodig is. Ik was echt iets van 4 maanden lang zo licht ongesteld. Ik had er gewoon geen eens last van. Nou, nu voelde ik vorige week al dat ik super veel zin had om te snijden. Toen werd ik gisteren ongesteld. Ik heb ook al tampons en zo in mijn la op mijn werk. Oh, het is koud. Het is niet normaal. Maar ik ben dus... 1,7 kilo aangekomen in één dag. Ik heb super realistische dromen, niet echt nog meer is, maar niet echt leuke dromen, maar gehad. Dat hoort er volgens mij ook bij. Nou, ik ben het zo erg. Het is niet te doen. En ik moet vandaag dus lekker tot om 8:30 ben ik thuis of zo van mijn werk. Dus ik baal wel even van de timing, want je voelt je altijd een beetje, ik wil met een dekentje en een kruik op de bank zitten. En niet, ik wil voor 23 of meer ouders wat vertellen over het schooljaar. Dus de timing is niet zo chill, maar ja. Ik ga bolletje eruit halen en douchen en zo. Goedemorgen, het is dinsdag en ik ben helaas met de auto. Ik had mijn ramen opgeslapen, heel dom. Hé, zo lijkt me maar, maar niet zo donker. Niemand is het ook opgevallen, vind ik altijd wel prima. Jongens, het was echt een superleuke dag. Ik had echt nu voor het eerst echt lol met de kinderen, omdat ik weer een beetje melig was. Ik ben ook helemaal rood. Maar dat merk je gewoon als je de kinderen beter kent, is daar ruimte voor. En net met collega's koffiedrinken was ook heel gezellig. Maar ik ben zo moe. En ik zie zo slecht omdat ik nog steeds niet de goede lenzen heb. Wow, ontploft. Ik moet echt even gaan chillen thuis. Ik ga even naar huis. Ik ga even tot 4 uur blijven en dan om 6:30 weer hier zijn. Ik ben dus bezig met een PowerPoint voor de invalavond. En het is heel leuk dat mijn collega's van groep 4, die weten niet hoe je dit soort plaatjes er allemaal in moet doen. Want de meesten hebben gewoon geen PowerPoint of een hele simpele. En ik vind het leuk om dat te doen. Dus ik vind het heel leuk dat zij daardoor iets aan mij hebben. Want zij gaan ook dus die PowerPoints gebruiken. Kijk. Ziet er echt leuk uit. Dit ga ik dan vanavond presenteren. Zien jullie ook een beetje wat wij dus doen? Dit is in principe helemaal niet... Dat mogen jullie gewoon zien. Goed, hè? Dan zie je eigenlijk alles wat wij doen. Dat is wel grappig. Overzichtje.
Nou, dat was het al. Het is een uur. Ik denk dat ik het wel ga redden als er niet veel vragen komen. Dus ik ga de PowerPoint nog eventjes nalopen met de infobrief. Of ik alle belangrijkste dingen erin heb. En ik wil niet te veel details in mijn PowerPoint, omdat het al hierin staat. Dus... Maar ik dacht dat jij dat niet wilde. Typo. Ik maak soms wat sfeerbeeldjes, vinden mensen heel leuk om te zien. Ook hoe ik het bord ga klaarmaken. Dat is leuk. Dat komt wel. Volgende week hebben we een leerlingbespreking. Laten we dat maar eens doen. En die week daarna gaan we eens een keer samen van het magazijn. Ja, want je hebt het echt wel vaak gezegd nu. Zelf was het tijd. Ja. Kijk, nou. Maar het valt echt wel mee, denk ik, toch? En dan komt het weer even recht trekken en kijken wat we moeten weg. Het ging echt super, de infoavond. Ik vind altijd het begin best wel spannend. Ook al vind ik het bewust niet spannend, merk ik dat ik onbewust toch zenuwachtig ben. Maar dit keer had ik helemaal geen stress over. Kijk, vorig jaar was ik bang dat er vragen zouden komen die ik niet kon beantwoorden. Omdat ik gewoon groep 4 nog nooit gedaan had. Maar nu dacht ik, wat je me ook vraagt, ik weet het. Maar toch, ik ben best wel gevoelsmens. Dus als je dan zo de zaalzaal, het klaslokaal vol met ouders voor je hebt. En ouders vinden het ook spannend, weet je. Dus... Ik zei, soms zeg ik ook dingen die ik niet per se wil zeggen, maar dan denk ik van, ik dacht het, dus ik zei het. Ik zei, ja, het is even heel anders dan met kinderen, want als ik hier ook maar één woord zeg, zijn jullie meteen helemaal stil en kijken jullie me meteen aan. Even wennen, weet je wel. Maar ze kijken je gewoon echt zo aan. Gewoon geen emotie, weet je. Ze denken ook niks negatiefs, maar dat lijkt bijna zo. En ik weet dan dat het niet zo is, want zo, dat is gewoon, ze zitten daar ook omdat ze niet weten wat er gaat komen en gewoon van, ja, wat gaat er komen. En uiteindelijk kwamen ze natuurlijk allemaal wel los. Superleuk. En nou, ik kreeg maar één vraag op het einde. En ook daarop, dat was dan wel een meningsvraag. Maar ook daarop, weet je, niet fel of aanvallend. Gewoon top. Heel fijn was het met de ouders. Ik heb echt een heel goed gevoel erover. Dat ze ook denken dat ik van nou, leuke juf, wordt een leuk jaar. Alles heel duidelijk verteld. Ik heb echt mijn best gedaan op die PowerPoint is. Dus ik heb een super goed gevoel. Kon bijna niet beter, behalve dat ik aan het begin zenuwachtig was. Het grappige is dat ik vandaag dus 1,5 kilo was aangekomen door mijn menstruatie. En ja, een beetje wit voel en een beetje moe. Ik heb niet normaal veel complimenten gekregen over hoe ik eruit zie vandaag. Mijn duo van vorig jaar maakte 2 keer een opmerking van je bent zo knap geworden. Heel ben je knap, echt wel grappig. Kinderen zeiden het, juffen zeiden het, de conciërge die nu voor het eerst naar de vakantie weer was, zei het. Ja, ik had dit laatst ook aan. Het is misschien omdat mijn haar nu ook lekker... Het is een beetje vettig. Het zit op zich wel lekker wild. Maar... Zeddo, is je haar anders? Ja, het is lichter. En ik ben wat afgevallen. Oh, je bent ook afgevallen. Ouders die ik nog niet had gezien, zeiden het. Zoveel mensen zeiden, wat zie jij er goed uit? Terwijl ik dus op dit moment super moe ben. Ik heb nu mijn mascara eraf gepult. Maar kijk. Dat je denkt, why? Wat grappig. Ik heb daar ouders... Dezelfde haarkleur als een leuke meid in mijn klas. Ik zit steeds bij haar van, hebben we dezelfde haarkleur? Ik vind ze heel leuk. Super grappig. Maar ja, alleen maar complimentjes kregen. Dat doet wel heel goed, moet ik zeggen. Heel leuk. Ik ga lekker mijn haar niet wassen. Ik ga morgen een video opnemen nog met dit haar, denk ik. En het daarna wassen. Want ik moet het wassen weer heel erg uitstellen sinds ik bij de kapper ben geweest. 1 ding is super vervelend. Ik heb keihard gebukkeld voor mijn weekvlog. Ik
kwam vandaag online, was me niet gelukt. Dus ik heb vandaag voor de ouderavond hem afgemaakt en ben ik hem gaan opslaan. Maar toen was de ouderavond, dus ik dacht thuis ga ik hem verder opslaan. Dat duurt dan een uurtje of drie of zo en dan zet ik hem morgen online. Ben ik dus de stekker van mijn laptop vergeten op mijn werk. Ik dacht ik rijd terug, maar het is al 9:15 geweest. Dus dat heeft geen zin, want de school is dicht. Dus ik vind het ergens heel zielig voor mezelf. Ik baal, want dan ben ik dus, ik ben niet te laat, maar ik had gezegd hij komt morgen. Want ik wist zeker dat hij zou komen. En nu is hier mijn laptop. En ik kan er niks mee, want hij is leeg. Dus ik moet morgen naar mijn werk. Dat is wel jammer. En ik kan mijn week nog niet editen. Oh jongens, mascara eraf pulken is zo slecht. Ik ga nu nog even mijn bol eruit laten. Morgen is mijn vrije dag. En er komt morgen een pakketje binnen nog voor mijn unboxing. En dan ga ik een iets kleiner unboxing opnemen dan vorige keer. Maar er best wel veel spullen nog. Dus het gaat echt wel weer een 25 minuten video worden, denk ik. Nou, helemaal tevreden jongens. En heerlijk dat ik morgen vrij ben. Dus, doei! Het grappige half uur later. Stonden mijn buurmeisjes hier op het overloopje. Maar ik wist helemaal niet dat zij dus vriendinnen van elkaar zijn. Mm. Hadden we het over spinnen in huis. Ze gingen allemaal mensen bellen die ze kennen. Of ze een oplader voor me hebben. Kwamen ze allebei, ik had hun dus allebei filmpje gestuurd. Hey, hebben jullie misschien een oplader van dit gat? Staat ze ineens, bellen ze aan, staat ze hier met de twee en zegt ze, we waren samen. Ik zo, oh, ik heb jullie precies hetzelfde filmpje gestuurd. Dat is grappig. Maar de ene was te dik, de andere was te dun, terwijl het allebei aces is. Hoe stom, maar wel vet lief. Maar even gezellig met hun geklets, wel leuk eigenlijk. We wonen hier alleen maar meiden van mijn leeftijd. En we chillen nooit met elkaar, zij dus wel. Vier meiden en ik. Vijf meiden. Gaat leuk. Ik ben blij dat ik morgen vrij ben. Want na dit soort avonden ben ik altijd zo hyper. Goedemorgen jongens. Mijn boodschappen zijn net bezorgd. Ik ben weer lekker een beetje bij tijd opgestaan. Wel 9 uurtjes geslapen. En nu ga ik even Temptation kijken met twee Ficori. Beetje moe. Koolhydraat, verlaagd brood. En twee gekookte eitjes die ik vergeten was te timen, maar echt perfect zijn geworden. En even te appen met Lau. Laura, Laura.corf of DM'en. Over de closet sale. Wordt echt super leuk. Ik ben er dus ook bij. Ik moet dus gewoon geld betalen om daar wel een kraam te hebben. Want ja, zij betaalt super veel geld om dat daar te huren. Maar het is echt meer dan waard. Want het gaat zo leuk worden. Ik ga straks, als ik een video gefilmd met me heb opgemaakt, even een promotje maken voor mijn vlog die morgen online komt. Zodat jullie dus nu al weten dat het eraan komt. Anders weten jullie dat pas heel erg laat. Maar ik hoop echt dat jullie erbij gaan zijn. Het gaat zo leuk worden. Oké, jongens, ik heb net mijn video opgenomen. Maar ik heb altijd het gevoel dat ik vet veel pakketjes moet verzamelen. Terwijl ik had er nu 5 en het is weer een video van een uur of zo. Dus ik moet weer heel veel gaan wegknippen. Ik heb nu de Smashbox lipgloss op. De video staat online, dus mocht je benieuwd zijn welke gloss dat is, dus die ik liet zien. En ja, nou, dit is nu de status. Hier allemaal dozen, het valt nog mee. Dit zijn al mijn spullen die naar boven gaan, mijn schoenen. En hier ligt alle kleding. Dus dat moet ik dan even nu allemaal gaan opruimen. Want, oh ja, en mijn adventkalender is bezorgd. Hier ga ik ook nog een video van maken. Oh, dat kan ik ook nu doen. Dat zou wel leuk zijn en slim. Ik heb even de orders weggebracht door de regen. Lekker veel bestellingen weggebracht, dat is fijn. Ik heb er nog maar 4 openstaan. En nu ga ik weer koken, zoals elke avond. Goed bezig. Echt een beetje zelf meedelijnen. Ik moet er 35 minuten op de fiets zitten, wat ik niet ga redden. Ik ben de hele avond bezig geweest met mijn video. Het ging weer allemaal mis. In de nacht bezig geweest, want ik werd wakker. En toen ging ik het doen. Toen stond hij nu perfect klaar. Kon ik geen inkomsten aanzetten. En ik moet gewoon die paar beetje inkomsten wat ik krijg bij mijn video, heb ik gewoon nodig. Dus ik heb de video nu weer weggehaald. Alles voor niks. Nog nooit meegemaakt. Een error met de inkomsten. Het enige goede is dat deze melk er echt super lekker uitziet. Echt, ik moet echt tempo gaan maken. Ik heb gewoon echt zelf medelijden nu. Alles gaat mis bij mij met YouTube. Ik vind het echt niet leuk. Ik doe zo hard mijn best. Even de benen losschudden. En nu gaan we dit doen. Snap het maar mee. En dan maken we het maar mee. De dag zit erop. Het was een hele drukke dag. Dat ik echt de doelen aan het bespreken was aan het eind met de kinderen. En dat ik zei, hè? Voelt het voor jullie ook alsof dat gisteren was? Echt zoveel gedaan. Nu heb ik mijn bril op, want ik ga mijn ogen laten meten bij groei op de Shine & Wisp. En dan hopelijk ook meteen lenzen kopen.
Hallo allemaal, ik had echt een geweldige dag met mijn klas. Ik was zo blij dat ik net in de teamkamer kwam en collega's dachten dat ik verliefd was of zo op een nieuwe crush. Ze zeiden, wat is er met jou? Ik zei, ik had gewoon niks. Maar ik had gewoon een hele goede dag. Ik was zo trots op mijn kinderen. We hebben vet veel bereikt, vind ik, nu in 3 weken. Bij bepaalde individuen dat ik al denk, wauw, je focus is echt omhoog gegaan. Hoe je met anderen omgaat. Het groepsgevoel, het luisteren, de routines, echt heel erg blij. En vrijdag wil ik nooit te laat weg. Ik heb net gezellig met mijn collega's even gezeten. En nu ga ik altijd de nieuwe tablettaakjes opschrijven. De nieuwe gewone taakjes verwisselen. Rooster maken. Ik moet even een rooster opnieuw printen. En dat is het eigenlijk voor nu. Bij spel op maat heb ik nu dus dit spel had ik gevonden in mijn klas. En dit is zo ideaal. Dit is dus, ik weet niet of ik het al had laten zien, maar je moet steeds hier het eerste getal pakken. En dan deze is steeds min 5. Je moet de touwer dan afhalen. Even kijken. Ik heb er maar 1 hand. Bijvoorbeeld hier 7. Dan doe je hem dus achterlangs. 7 min 1 is... waar staat die? 6. Dan gaat je touwtje daarheen. Dan ga je naar 4. 4 min 1. En dan ga je naar 3. En dan weer achterlangs. 2 min 1 is 1. Achterlangs. Echt ideaal. En dan blijven ze ook heel lekker lang mee bezig. Dus. En ik ga zo even naar de action. Want ik wil nog eventjes... bij Action Dime kijken of ik nog wat leuke spelletjes kan vinden. En dan kan ik ook die Action Shop nog gaan opnemen, want daar zitten ook dingen voor mijn werk in. En die heb ik nu al 2 weken staan, dus dan kan ik dat zondag of zo even gaan filmen. En ik ga even nu bellen of ik mijn nagels zo kan laten bijvullen, want dat is echt te ernstig. Dus... ja, ik zal wel weer eventjes de doelen laten zien. Dit waren de doelen. Bovenste was nog heel erg moeilijk. Dit was ook nog heel erg moeilijk. Oh nee, hier zijn we nog niet aan toegekomen. Dus gaan we maandag doen. En het was vandaag dus vrijdag de 13e. Maar het was echt een topdag. Ik hoop niet dat het nu misgaat. Geloven jullie daarin? Let me know. Ik heb zo lang geen sushi meer gegeten dat ik besloot weer eens wat te halen. Maar een heel bescheiden tasje. Het was €13,65. Het is best wel veel eigenlijk. Wauw, dat ik dit weinig vond vroeger. Oh my god. Gisteren heb ik mijn klas verteld. Nou eigenlijk, ik wist niet of mijn klas wist dat ik dus vloog. Ik wist al van een paar kinderen dat ze het van anderen konden weten, maar ze hebben het nooit gezegd. Want we waren een kinderboekenweekliedje aan het oefenen en daar zingen ze dan en een vlogje maken. Ik dacht, als ze dan nog niks zeggen, weten ze het echt niet. Toen... ik weet niet wat er gisteren was, maar ineens zei iemand, maak jij filmpjes op YouTube? Kijk, ik ga niet liegen. Toen zei ik, ja, toen werden ze helemaal hyper. Toen wilden ze in plaats van een filmpje kijken met de lunch, wilden ze mijn YouTube kanaal bekijken. Ging ik ook mijn oude zangfilmpjes laten zien. Mijn oude kanaal, ging ik mijn Instagram laten zien. Ging ik mijn webshop laten zien. En vandaag, een helft van de klas zei... ik heb je kanaal opgezocht. Mama had het ingetoetst, maar ze wist niet of het wel voor kinderen was. Ik vind het super leuk als kinderen het weten. Het is niet zo dat ik er naar op zit te wachten dat ouders mijn video's kijken. Want ja, maar ik doe ook niks wat ze niet mogen zien ofzo. Het is gewoon gek als mensen die je kent kijken. Dat is het gewoon. Het is nooit mijn bedoeling geweest om video's voor kinderen van groep 4 te maken. Maar ja, natuurlijk super grappig dat mijn kinderen gewoon mij op YouTube kunnen zien. Ik bedoel, wie kan nou zijn juf thuis zien? Ik moet echt naar de zonnebank, maar altijd, voor ik naar Lotte ga, ga ik dus naar de zonnebank. Dan ben ik altijd rood, dus ik ga het nu niet doen. Ik eet wel heel snel. Ik vind het echt ontzettend veel sushi. Hoe kon het dat ik vroeger echt voor €25 aan sushi weg had? Dat is echt gestoord. Ik denk wel serieus dat ik van mijn sushi-verslaving af ben. Ik denk het oprecht, want... ik heb bijna nooit meer die craving. En nu ik het eet, ik geniet er echt van. Maar wat ik vroeger voelde in mijn lijf als ik sushi at, was echt gewoon zo debiel. Eigenlijk, dat ik dat zo lekker vond, dat heb ik nu niet. Nee, heb ik niet meer.
Ik vind het gewoon heel lekker. Morgen ga ik dus dagje Utrecht doen met Lot. Ik ga nog even omschakelen. Volgens mij is dat de eerste keer dat ik echt iets ga doen sinds ik weer werk. Ik ben best wel moe, dus ik ga gewoon echt lekker tv-avondje doen. Dus nu is het van 6 uur. 6:30 thuis tv-avondje. En dan ga ik sowieso voor 12 in bed liggen. En Lot vond het prima om pas om 1 uur af te spreken. Maar ik denk dat 12 uur leuker is. Maar het is echt een uur reizen. Ja, langer. 20 minuten rekening houden met fietsen en zo. En dan 36 minuten in de trein. Oh. Ik wilde vandaag eigenlijk ook gewoon fietsen, maar dat vind ik het enige lastig als ik zeg maar in één keer door wil. Naar iets anders, zoals vandaag naar mijn nagels doen. Ik ging trouwens naar de Action, want ik wilde nog wat dingen bijhalen voor mijn shoplog, maar ik liep daar en ik dacht, wat doe ik hier? Het lijkt wel gek om nu dingen te gaan kopen voor mijn shoplog. Ik heb niks nodig, dus ik ga niks kopen. Maar toen ging ik sushi kopen. Maar serieus? Van mijn sushi-verslaving af. Zo raar. Heel blij mee, want 1. Ik word er echt super dik van. En 2. Het is ontzettend duur. Dan moet ik zeggen, wat ik nu allemaal heb, vind ik dan echt wel meevallen. Maar dit is ook zo'n tent waar het dus goedkoper is. Ik dacht gewoon, ik wil het weer een keer. Ik was heel moe. Hard gewerkt deze week. Ik dacht, ik trakteer mezelf op sushi. En ik ben dus heel blij dat het me niet zoveel doet. Dat ik het gewoon lekker vind, maar... Ik kan eerlijk zeggen, ik geniet er net zoveel van als van mijn wokgerechtjes van de afgelopen dagen. Erg, hè? Dan ga ik deze mega eten. Ik zit ook nu al vol. Het is zo veranderd sinds ik minder eet, of anders eet. Ik vind het ook veel zouter. Maar ja, dagje Utrecht dus. Lot wil hem altijd wel weer thuis eten, dus ik ben denk ik rond 6 uur alweer thuis. Gewoon een paar uurtjes. Ik denk even ergens wat eten. Een beetje winkelen. Ga ik ook een fotootje maken. Maar ik ben niet met de auto, dus ik neem geen extra outfit mee. Hallo licht. En wel lekker. Dan heb ik s'avonds gewoon weer een avondje om te chillen. En dan ga ik zondag met Lin. Ik zei net, laten we even bijvoorbeeld Fashion Center gaan. Ik wil namelijk echt minder met kleding op de webshop. Ik wil alleen nog maar kleding die ik zelf ook heel graag zou willen dragen. Zo niet. Ga ik het niet in mijn webshop doen. Maar met haar vind ik wel heel gezellig. Zij vindt het ook leuk om te gaan. En dan koop ik ook nog minder. Maar waarschijnlijk ga ik echt... Grote kans dat ik met niks terugkom qua kleding. Cadeautje voor Lot aan het voorbereiden in de trein. Ik heb deze oorbelletjes. Omdat zij houdt van rechte oorbellen, zeg maar. Dat alles niet goed in haar oor gaat. En ik denk dat ze deze heel leuk vindt. Dit is van die mix en match, dus er kunnen ook andere beeldjes aan. Hier heb ik een waardebon om samen naar een musical of theater of iets te gaan. En ik ga het nu even inpakken. Hallo. Hallo. We zitten bij Frenchies. En we zitten in een soort van... Niet op de bank, maar we hebben wel een plekje. We moesten nog geen 10 minuten wachten, dus het valt mee. Maar wat een herrie. Het is niet een fijn tentje. Nee, we komen echt voor de... Ik ga voor de Red Velvet. Ik ben hier nog nooit geweest. Dit is dus de kaart. Oh, oh, dit kaartje is echt heel... Ja, ik koop nooit kaartjes ergens, maar ik dacht, jij vindt dat leuk. Heb je deze in... Uit Frankrijk. Dus hij is een beetje gekreukeld in mijn koffer. Jij bent echt goed in cadeautjes, vind ik altijd. Ja. Wat is dit? Dat is het cadeau. Ik vind het zelf echt een goed idee. Ja, wat leuk. Heel leuk. Kijk mij met 2 camera's. Yes. En deze? Dus deze was ook gewoon, ja. Ik vind het dus ook heel leuk. Echt super leuk. Goed idee, ja. Ik denk, oh, die zijn echt heel leuk. Het is met een recht staafje. En goud. En je, het is mix en match. Ik was hem nu in doen, ik heb nog niks in. Dit is toch wat die pijn doet bij jou? Ja. Heel erg leuk. Ja, ik dacht, deze zijn echt perfect voor jou. Niet te groot. Echt heel mooi. Jee. En dit vind ik ook echt leuk. Ja. Oké, jongens, voor het eerst
ik uit welke ik ben gek. Zit het er ook tussen? Een klein beetje. Ja, maar wat moet ik dan nu doen? Ik heb serieus, jongens, nooit dat ik niet weet wat ik moet vloggen. Lot zegt, ik heb niks gevlogd. Ik zo, ik heb helemaal niks gevlogd. Nee, boven mijn echt eten. Niks van jou. Normaal vlog jij alles. Ja, maar vandaag is ook even een andere dag dan normaal. Want we zitten echt voor ons doen alleen maar lekker te kletsen. Ja, omdat we elkaar ook gewoon vet lang niet hebben gezien. Ja. Misschien is dat het ook wel. Maar ik wilde ook oprecht gewoon, we dachten we gaan winkelen. Toen zei ik, laten we gewoon even ergens gaan zitten. En we zitten gewoon net, nou ja, zeker een uur in de volle zon met Spa Rood gewoon te chillen. Ja. Heerlijk. Dat was echt perfect. En we hadden het even nog even over mijn haarkleur. Maar het is zo blond, jongens. Ik snap het niet. Lot heeft foto's van me gemaakt en het is echt blond. Kijk dan. Oh nee, dank je. Het is echt blond. En ik had het gekruld voor vandaag. Misschien lijkt het daardoor ook blonder. Ik weet het niet. Wow. Wat? Ja, boom. In mijn bril lijkt het heel rossig, maar dat komt doordat het bruine glazen zijn. Ja, maar het is in ieder geval heel licht. Ja. Maar het is echt even wennen met net foto's maken, dat ik niet wist. Want ik had echt zo'n manier hoe ik mijn haar steeds droeg toen het bruin was. Gewoon zo achter mijn oorstel. En nu is het en blond en gekruld. Maar ja, ik weet dus niet wat ik verder moet zeggen. Ik vlog ook nooit als ik niet iets heb om te zeggen eigenlijk. Maar je hebt ook altijd wat te zeggen. Ja, maar. Ik heb alles al tegen Lot gezegd. Deze kant op. Ja. Ik ben weer een tijdje thuis. Ik ben lekker schoon en zo. En het is inmiddels al 8 uur. Ik ga nu lekker chillen op de bank. Het was super leuk. Het was wel kort, maar 4 uurtjes. Maar echt super gezellig. En waar zijn er wel leuke dingen op tv? Ik heb een salade gemaakt met gerookte kip die ik nog had. Roma tomaatjes, groene paprika en een klein blikje cannellini-bonen. Officieel mag ik niks meer eten, want ik had een kleine groente-wrap van 220 calorieën bij Albert Heijn gehaald. En ik had vet veel honger. Maar ik ben echt zwaar over mijn calorieën heen door die Red Velvet pancakes. Maar ja, weet je, ik ga echt niet nu met honger naar bed. Dat vind ik wel heel streng voor mezelf. Want als ik dan een keer geniet, dat ik dan meteen niet meer mag avondeten. Dat is ook helemaal niet gezond. Dus ik eet gewoon, maar wel mager. Dus dat ga ik nu lekker eten. En ja. Goedemorgen, ik ben onderweg naar Dima. Ik ga Lin oppikken. We gaan samen naar het Food Fashion Center. Daar ben ik echt lang niet geweest. Ik heb ook echt heel lang niks uitgegeven aan Kongwa. Ik vind het heel leuk om met haar samen te gaan. En ik ga echt. Ik ben vandaag met haar ook zo'n mega sale op Kongwa. Want het zijn echt wel goedkope prijsjes, zeg maar. Hele lage prijzen nu op Kongwa. Maar dat komt omdat ik gewoon echt heel graag een beetje leeg wil verkopen qua kleding. Want ik wil gewoon heel weinig kleding in mijn webshop hebben. Ik vind kleding namelijk best wel veel gedoe. Ik vind shooten super leuk, maar ik kom best wel vaak wat retour. Ik vind het eigenlijk, het hele idee van mijn webshop was dat ik alles eigenlijk ook zelf zou dragen. En het idee kwam voort uit dat iedereen altijd vroeg waar is je kleding van. Dat ik dacht, hoe cool als ik mijn eigen kleding kan zijn. En sieraden is super leuk, ook veel makkelijker qua werk en qua retour. Maar ik vind het wel heel tof om een sieraad te kunnen shooten op een eigen kledingstuk. En ik vind dat shooten met Lot en zo steeds ook zo leuk. Maar ik ben natuurlijk nu ook wat dunner, dus ik denk dat ik de grootste mate in principe nu wel pas van het Fashion Center. Want ja, al ben ik nu bijna 10 kilo kwijt. Het scheelt maar 1 kledingmaat. En het Fashion Center dingen zijn vaak toch maar tot L, best wel klein. Maar nu komt weer natuurlijk het slecht licht. Het truienseizoen. En dat is allemaal meer one size en dat pas ik dan vaak wel. Maar ik wil gewoon dat ik alles op mijn webshop zelf zou willen dragen. Dat hoort, vind ik gewoon. En misschien als het dan weer lekker een beetje loopt. Omdat ik krijg zo vaak de vraag, waar is je jurkje van? En dan van Ezels, weet je wel. Ik wil dat het dan van mijn eigen webshop is. Dat is super leuk. Dus ik draag eigenlijk best wel weinig van Kongwa. Ook omdat ik vaak te weinig heb. Ik koop dan gewoon best wel weinig in. Dus dan denk ik, ja, er is maar 1XL. Dus die ga ik dan verkopen. Maar ja, ook omdat ik het niet pas of omdat ik het zelf niet zou dragen. En bijvoorbeeld flarebroeken, die gaan mij nooit staan. Al ben ik nog 10 kilo lichter, dat bestaat niet bij mij. Want mijn grootste issue is mijn buik. En draag je een flarebroek, ja, of je moet er een grote trui overheen dragen. Maar ik vind het dan leuk als het hoog zit met een kort topje. Dat kan ik gewoon echt niet dragen. Al zeggen mensen, doe gewoon, dat kan echt niet. Vind ik gewoon echt niet kunnen.
En dat maakt mijn benen ook altijd best wel, ik vind dat mij gewoon niet mooi staan. En krop dingen ook niet. Dus misschien als ik dan echt een paar geweldige items op mezelf heb, kan er af en toe wel iets tussendoor wat ik op lot shot ofzo. Maar ik wil gewoon dat het voornamelijk allemaal mij ook leuk staat. En dat ik het zelf zou kopen. Want dat is waarom mijn webshop een succes is. Omdat ik dingen verkoop die ik ook zou dragen. En mijn kijkers dat dan ook leuk vinden. En dat is ook wat ik ermee wil bereiken. Dus ik merk gewoon zodra het op een ander geshoot is, krijg ik veel vaker retourtjes. Omdat jullie, mensen die het kopen, die kunnen zich heel erg identificeren met mijn lichaam. En, ja. Het is ook vet chill als ik het laat zien in mijn vlog. Ik het aan heb, hoe het staat. Ik merk dat dat zoveel fijner werkt. Dus we gaan nu dus kijken. En ligt ook een beetje meekijken. Twee meningen vind ik ook altijd wel leuk. We hebben een hele andere stijl. Ik heb er zoveel zin in dat ik echt vanochtend opstond alsof ik jarig ben. Ik ben echt heel moe, want het is hartstikke vroeg. Dus het World Trade Center gaat om 1 uur dicht. Ik voelde me echt zo'n kindje die jarig is. Dat ik iets heel leuks ga doen. Ik bedoel, op een gegeven moment ging ik daar zo vaak heen als een soort verslaving. En nu ben ik zo lang niet gegaan. En ik heb er zoveel zin in om te zien wat er is. Ik heb er echt natuurlijk veel zin in. En met z'n tweeën zorgt het ook ervoor dat ik me ga beheersen. En de laatste tijd wil ik helemaal niks meer kopen. Dus misschien dankzij Lin ga ik tenminste wel iets kopen. Dat is een beetje zo. Ik eet nu koolhydraat arme boterham droog. Ik was maar 0,3 aangekomen. Dat is fijn. Gisteren ook 10.000 stappen en gefietst. Maar ja, we gaan er nu heen. En hopelijk kan ik jullie straks ook leuke dingetjes laten zien. Ik kan me er zo verheugen. Het is niet normaal hoe enthousiast ik ben. Ik heb er zoveel zin in. Dat is dan wel weer... Had hij gisteren ook? Oh, wat dat deed hij gisteren ook weer? Sorry. Wil je nog koffie? Ja, ik vond hem wel heel lekker. Ja, ja waarom niet? Hey, we zijn dit shirt hebben gekocht. Meteen ook zelf aan. Het zit echt super lekker. En een bruine trui en een witte blouse die heel erg leuk is. En we zitten nu bij Corner Bakery, maar Lindy doet shakes, dus ze mag alleen koffie, dus we hebben koffie. Maar ik zei laten we een foto maken, want het is hier echt prachtig. Maar op elke foto zie ik er echt uit als een ongewassen zwerver die al maanden niet heeft gedoucht. Dat wordt hem niet. Maar in ieder geval, dit shirtje. Hij is ook heel erg betaalbaar. Ja. Nou, vind ik dus ook. Zo, ik ben weer thuis. 3 items gekocht dus. Het eerste item is deze trui. En ik vind dat hij nu dus met mijn haarkleur niet zo leuk lijkt. Maar hij is zo leuk. We vonden hem allebei zo leuk. Het is echt een hele mooie... Het is een beetje kreukeltjes nu erin. Maar een hele zachte, kriebelvrije, stevige stof. Hij weegt ook best wel veel. Het was echt een heel zwaar pakket. En dan van onder hier details. En hier ook. En hij heeft echt precies een mooie lengte. Het is dus een one size. Dus ja, bij mij kunnen jullie zien hoe... Zie je, bij mij zit hij eigenlijk precies goed en ik heb maat 40-42. Dus ook voor ja, een maatje meer past hij nog prima, want er zit hier nog genoeg ruimte in. En deze is ja, heel leuk op een lichte broek, vind ik zelf. In ieder geval echt een super comfy, fijne, echt wel een chique trui. En het is echt, echt mooie kwaliteit. Heel goed, want ik wilde dus alleen nog maar dat. Dus ja. En een kleur die op het moment wel echt wel heel erg hip is. Dus dit is het eerste. Ik denk ik vouw hem eventjes op. Dan kun je het zien hoe dik die ongeveer is. Echt wel een dikke trui. Zonder dat je echt een dikke trui aan hebt, snap je? Dus stevig, warm, maar niet zo mega. Dus ik vond dat ik deze echt moest kopen. Dan dit shirt. En deze vind ik echt geweldig. Ik denk dat dit ook wel heel erg goed gaat lopen. Ik heb nu 3 SM en 3 ML ingekocht. Maar ja, ik denk dat deze wel populair wordt. Het is zo'n fijne, zachte stof. Gewoon het meest chille stof, vind ik, die je kunt hebben voor een shirt. En ik heb dus een ML aan, maar er zit best nog wel wat ruimte. Maar ik denk dat ik, ja, ik vind hem qua lengte goed. Precies wat ik mooi vind. En hij is hier wat los. Dus stel, ik zou ook een SM passen en dan zou hij een beetje strakker zitten. Maar ik vind hem zo wel heel erg leuk. En ik vind hem vooral erin gewoon echt onwijs leuk. Hij was er ook in het zwart, maar ik vind grijs heel leuk. En ik heb expres ook maar eentje gekozen. Zodat deze gewoon echt, ja, je hebt meerdere van dit soort shirts, maar ik wil gewoon echt bij deze laten. Super cool. Ik vind het ook leuk dat er niet echt een band op staat. Want dat vind ik altijd een beetje moe. Ik denk, ja, een band shirt. Terwijl je niet eens die band kent, bijvoorbeeld. Heel tof, hè? Ja. Heel erg leuk. Het shirtje gaat trouwens €25 kosten. Deze weet ik even niet meer wat hij nou was. Maar deze, ja, ik twijfel nog of dit is een L. Ik paste hem ook in de M, maar dat vond ik bij mijn borsten net een beetje krap. Maar de M zit wel echt... ja, ik heb dus een beetje 40-42. Dus stel dat je... 42 heb, pas je de blouse ook zeker wel. Want daar zit echt wel
gewoon lekker ruim. Alleen ik heb heel vaak dat het dan hier net knelt. Dus voor mij is een L wel beter. Oh, ik vind hem wel op beeld minder leuk overkomen. Ik was echt zo verliefd toen ik deze zag. In Ecru is het dus. Het is echt crème wit. Je kunt hem ook helemaal dicht dragen. Het shirt is trouwens inderdaad 95% nagels, viscose en 5% elastaan. En dat vind ik echt perfect. Dus let wel op met viscose. Het kan krimpen in de was. Dus wat ik tegenwoordig doe, wat ik niet strijk. Kijk, stel je strijkt het, daarna heeft hij weer zijn oude maat terug. Maar ik strijk niet. Dus ik heb bijvoorbeeld die groene leopard blouse van H&M. Die was eigenlijk wat aan de grote kant. Toen waste ik hem. Was hij dus een beetje gekrompen omdat het viscose is. Toen waste ik hem daarna nog een keer. Is hij niet nog meer gekrompen. Dus hij krimpt gewoon één keer. En daarna blijft het zo. En als je het strijkt, wordt hij dus weer groter. Maar voor mij is het dus fijn dat dat Eagle shirt een net een beetje wijd is. Want stel ik was hem, zit hij ook gewoon precies goed eigenlijk. Dus hou er rekening mee met viscose. Kijk, je kunt het dus op zoveel manieren combineren. Zo vind ik het echt heel erg cute. Heel leuk. Ja, echt Charlotte Linse ook. Ja, dit is echt jou. Echt heel erg cute. En dit zijn dan alle drie de items. Pretty, hè? Je ziet het ook gewoon. Het is echt mooie kwaliteit. Ik heb er echt op gelet. Echt goede kleding. Alleen nog maar goede kleding. Ik lekker mijn haar gehad voordat de bezorger kwam. Ik dacht daarna lekker koken. Ik kreeg een sms'je dat ze mijn adres niet konden vinden dat ze morgen weer komen. Maar ik ben er echt klaar mee, want vorige keer werd het ook al een dag later bezorgd. En ik vind gewoon met boodschappen dat dat echt niet kan. Want morgen komt er dus ook een box. En ik wil gewoon vanavond wat eten. Dus ik hoef die box van morgen ook niet meer. Ik ga morgen echt bellen. Ik vind dat echt niet oké. Dus gelukkig, want ik heb echt bijna niks meer in huis. Helemaal geen goed. Ja, ik ga straks een paprika eten. Dat heb ik nog. Maar ik heb 2 Alison boterhammen met 2 gebakken eitjes. En Unox groentesoep. Dus dat ga ik nu eten. Ik wil echt niet bestellen. Ik vind het zonde van mijn geld. Ik wil dat gewoon niet doen. Dus gelukkig had ik dit. Oké, jongens. Ik ga de weekvlogje weer afsluiten. Ik ga heel tevreden slapen. Ik vind het ook heel leuk. Ik heb echt allemaal hele goede reacties gekregen deze week op mijn Instagram foto's. En onder mijn video's. Echt alleen maar leuk. Geen één negatief comment in de hele week. En dat maakt me toch wel heel erg blij, merk ik. Dus ja, ik ga lekker slapen. Ik heb maar lekker gewassen. En dat had ik al gezegd. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik zou het heel erg leuk vinden als je duimpje omhoog doet. Ook als je dat normaal niet doet. Doe het eventjes als je het leuk vond. En dan zie ik jullie volgende week weer. En natuurlijk tussendoor op Instagram. Volg me daar echt als je meer van me wil zien. Want ik post daar dus heel erg veel. En ik krijg zo vaak vragen onder mijn video's. Omdat ik denk, als je me nou op Insta had gevolgd, dan had je het geweten. Dus tip gewoon. Dat zeg ik echt serieus niet per se omdat ik meer Instagram volgers wil. Maar oprecht omdat ik gewoon zoveel vragen krijg. Dat ik denk, je had het kunnen weten. Volg me daar gewoon even. Ik ben daar super actief op story. Dus oké. Doei!